Leuk dat je kijkt naar deze video. Geef ons een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Ik heb met Verona in de les gezeten bij Ferenc. Het was wel een beetje spannend. Ik heb mijn handje gedrukt met Fa. En dat ging volgens mij niet heel goed. Ik heb gewonnen. Veel plezier met Ke... Met spraakgebrek hier, echt. Plotseling. Veel plezier met kijken. Veel plezier met kijken. Zo, Tatum en Tessa in de les. En Donna ook, maar die is nog bezig. En wat hebben ze ervan gemaakt, deze les? Een echte wat? Een echte unicorn. En bel jij ook al? Jeetje. Oké, okay, spannend. Wat van het haar? Ja, nu heb je een officiële heb je nou. Nou, spannend meiden. Gaan jullie lekker rijden? Heel goed. Vandaag de grote paardenwisseltruc. Kijk. Vaatje flash. Kijk eens vaatje. Goed zo. Ja, moet je al gaan draven? En Shanna op Verona. Lekker aan het rijden. Zo grappig. Grote paardenruil vandaag. Gaat nu al beter. Net had ze echt zoiets van, oh, dit is gewoon heel raar. Misschien ook wel een beetje eng. Gelukkig nieuwjaar! En ik hoop dat het allemaal heel fijn wordt en niet net zoals vorig jaar. Behalve dan als het leuk was. Ik ga rijden op Bel, mijn eenhoorn. En ik ga vandaag letten dat ik op mijn zitlijnknoppetjes ga zitten. En ik ga stukjes onder de beugels rijden. Dan kunnen jullie meekijken. Ik heb er zin in. Hallo Belly. Ik ben niet meer bang voor pionnen. Nee, vind je de pionnen wel aardig nu? Ja. Lekker hè? Ja. Telefoon lijkt me ook best lekker. Ik geloof het ook, ja. Ja, best lekker. Ja, veel plezier. Dank je. Bel, je moet er wat gaan doen, denk ik. We gaan naar een nieuwe periode. Tess is nu namelijk alleen in de bak. En natuurlijk ben ik zo bij haar. Oh, en Ivan is die microfoon aan het testen. Maar Tess is dus alleen aan het rijden. En ja, ik hou gewoon toezicht. En ja, ik ben er zo bij. Maar toch is dit weer een heel nieuw iets. Trots op de meisjes. Leuk hoor. Dat vind ik ook moeilijk hoor. Wat is er, Tessie? Als we een video opnemen en ik ben naar de tandarts geweest en dan doet mijn lip een beetje pijn. Ja, dus dat is wel lastig hè? Ja. Waar gaan we een video over opnemen, dames? Over het goede paarden doen. Welke twee hebben we? We hebben een paarden, stichtende paardenkamp en eentje met een hele lange naam. En? Manege Paardenpensioenfonds. Stichting. Oh ja, Stichting Manege Paardenpensioenfonds. Dus daar hebben we leuke kaartjes van binnen gekregen. Helaas niet van Paardzoekbasis. Nee. Dat vind ik wel jammer dat ze dat niet gedaan hebben. Maar goed, we hadden gezegd kaartje insturen. Dan kan je meedoen. Ja. Nou, de dames zitten er een soort van klaar voor. Kijk, hier zijn de lampen. Dat is ook wel eens leuk om te zien misschien. De camera staat klaar. En dan gaan we het zo filmen. Kijk, hier kan je kijken wat ze allemaal aan doen zijn. Wel erg geinig. Ga hem heel even van aan. Dan hou je stap. Ze gaan hem even halt houden. Ja.
niet te hoog bij jou. Niet te laag, zodat je dit spant en strekt. Blijf dus mooi uit in het midden. Nou moet je zeker goed voelen. Zo. Dat die, ja, kneed. En dat je lichtjes geeft een momentje. Voor dit? Zo, ja. Een beetje blijven kneden in je ringvinger. Kijk, dan gaat zijn mond een beetje kouw op dat witje. Ik wil uiteindelijk dat je dat. Zo, dat het tongetje naar binnen blijft. Dat is steeds. Maak een beetje aanleuning. Vandaag even op verroonles. Want Bella is vrij. En ik heb mijn voet, die daar. Daar heb ik een raar pisje in, dus ik kan niet mijn hak uitdrukken. Ik kan je vertellen dat paardrijden ongelooflijk lastig en doet ook heel zeer. Gisteren eigenwijs wel geprobeerd, maar ik werd zo misselijk van de pijn dat ik dacht, nou misschien moet ik het ook maar niet doen. Dus als stoer, test per keer in de les met Corona. Wil hebben. En dan denk in het galopperen en zit en sprong. Hou vol, dat doe je super goed. En zit en sprong en adem in, adem uit, adem in, adem uit, padapam, padapam, padapam. Dus voel dat die gelukkig sprong rolt. Goed zo, blijf maar boven uitkijken, jou je even stuur. Heel goed. Zo, en nou zelf je overgang naar dat raven toe maken. Gewicht iets naar je buitenbeugel plaatsen van op. Goed boven de uitkijken, even je tempo controleren. Goed zo. Op. Juist. En dan rustig als het tempo terugkomt, met je beentjes weer komen testen. Dus tijd nemen voor het aangeven. Dus dat je de rust vanuit je houding er mooi in houdt. Goed? Goedemorgen. Te vroeg, maar ik voer Verona even zelf. Want de afgelopen dagen, sinds nieuwjaar eigenlijk, ging ze wat meer liggen. En normaal als ze mijn auto hoort, dan staat ze waarschijnlijk al. Want ik zie er dus nooit liggen. En ook met rijden vond ik haar niet helemaal fijn. Ze leek wat last van de buik te hebben. Was ook weer een beetje chagrijnig als je aansingelde, dat soort dingen. En de vorige keer dat ze koliek kreeg, deed ze dat ook. Dus ik had zoiets, ik kan 100 redenen verzinnen om het niet te doen. Maar ik laat gewoon de dierenarts komen, want gisteren lag ze weer. Kim stuurde een fotootje of een videootje. En daar werd ik gewoon niet gelukkig van, dus ik heb de dierenarts laten komen. En gelukkig op tijd dit keer, want ze heeft net geen verstopping. Ze zit wel heel erg vol. Dus we stevenden weer af op een koliekaanval. Maar ik kan je vertellen, dat wil ik dus echt, echt, echt niet meer meemaken. Dus nu heeft ze 3 keer per dag slobber met heel veel water en olie. Nou, niet heel veel olie, maar heel veel water en olie. En mag ze dus geen biksen, nog maar half hooi. En na 3 dagen zou het al een heel stuk beter moeten gaan. Daarbij moet ze heel veel bewegen. Zoals jullie weten doe ik normaal gesproken echt altijd mijn best om er toch zeker 3-4 keer per dag eruit te krijgen. Maar nu ga ik dus echt 3 keer per dag er in de stapmolen ook nog zetten. En dan in combinatie met het minderen van het voer zou dus maandag het alweer een heel stuk beter moeten gaan. Ze moet gewoon rijden, want ze moet dus veel bewegen. Alleen ja, het rijden gaat niet zo heel makkelijk. Dus gisteren heeft ze les gehad, zoals jullie gezien hebben, met Fer. En Tess, dus dat was een bijzondere combinatie. Maar wel heel erg leuk. En Tess zei ook dat ze er veel van geleerd had, dus dat was ook wel heel erg leuk. En nu staat ze dus in de molen al 's ochtends om 8 uur. En ga ik haar dus slobber geven, terwijl de rest gewoon biks krijgt, want anders vind ik het ook weer zo wat. En dan vanmiddag doe ik dat nog een keer, vanavond doe ik dat nog een keer. En dan wordt ze ook nog door Kim gereden vandaag. En dan hoop ik dat het allemaal goed gaat. Dus het gaat goed, maar het was toch eventjes weer een dingetje dat ik dacht van, nou, hier moet ik niet zo blij van. Maar ik ben wel blij dat ik gewoon naar mijn gevoel geluisterd heb. Dus als ik iets aan jullie mee wil geven voor 2018, luister naar je gevoel. En liever 100 keer de dierenarts te vaak langs laten komen dan 1 keer te weinig. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef toch nog een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. En abonneer op ons kanaal. Hier beneden staan ook kinderkanalen in de dinges. Beschrijving. In beschrijving. Morgen komt er een video van vereniging Eigen Paard. Dat was leuk. Nou, afsluiten. Tot morgen!